bestudeert sinds. Ruud bestudeert sinds 25 jaar het leven zoals het is in Vlaanderen. Dit bij diverse groepen in de samenleving en op verschillende plekken die zich zowel in het private als het publieke domein situeren. Ze zet daarbij haar kennis en expertise in als dokter in de sociale en culturele antropologie en combineert dit met haar achtergrond als sociaalpedagoge. Ze is vooral bekend van haar boek Het Kleine Ontmoeten over het sociale karakter van de stad en van haar antropologische studie naar het leven zoals het is op tram 12 in Antwerpen. In 2008 richtte ze haar onderzoeks- en praktijkbureau Simply Community op om het verzamelde materiaal uit deze studies te vertalen naar maatschappelijke veranderingsprojecten rond onder andere ontmoeten, diversiteit, participatie en toegankelijkheid. En tot slot vertrouwde ze ons toe dat ze houdt van de stad en van het dorp. Ik geef haar heel graag het woord. Dank u wel. Dank u wel ook voor de uitnodiging, Avanza. En ook goedenavond aan iedereen. Ik ga onmiddellijk mijn presentatie met u delen. Zo, als het goed is, ziet iedereen een slide van het kleine ontmoeten in het dorp. Ik ben, zoals Martien heeft verteld, vooral iemand die eigenlijk het leven zoals het is bestudeert in Vlaanderen en tegenwoordig ook een beetje meer in Brussel. Maar het heel belangrijk vindt vooraleer uitspraken te doen hoe alles moet veranderen of waaraan we allemaal moeten werken, om toch heel goed de gewone kleine dingen van het leven zoals het is goed in de vingers te krijgen. Als antropologen geloven we natuurlijk dat we daar heel veel kunnen uit leren over ons samenleven en uiteraard voor ook allerlei trajecten in verandering. Ik werk eigenlijk zowel uiteraard heel vertrouwd met sociaal-cultureel werk, ook met buurtwerk, een dochter van de eerste buurtwerkers in Vlaanderen. Mijn moeder deed al straathoekwerk in 1963. Maar heel belangrijk is om die dingen te vertalen, niet alleen sociaal-cultureel werk, maar ook, ik heb ook rond veiligheid met politie gewerkt en ook heel veel rond ruimtelijke projecten met architecten. Dus het is ook wel heel interessant om vanuit de studie van het leven zoals het is in verschillende disciplines en in verschillende praktijkprojecten mee betrokken te kunnen worden. Nu, vandaag ga ik, als het over het kleine ontmoeten is, moet ik de dorpsliefhebber toch even vragen om wat geduld. Want ik ga u eerst meenemen, op een stedelijke tram om het kleine ontmoeten goed te kunnen uitleggen wat dat eigenlijk betekent en wat ik er destijds mee bedoeld heb. Het is titel van een boek dat in 2006 is verschenen. En het is enorm geïmplementeerd geweest, maar het is zeker ook soms iets complexer dan het vaak gedacht wordt. Nu, het kleine ontmoeten is het eerste punt. In het tweede punt gaan we dan ons direct onderdompelen in de levendigheid van het dorp, zoals ook op de beginprint getoond werd als u ontvangen werd in dit webinar. Ten derde natuurlijk ook typisch rust en stilte in het dorp. En om tenslotte ook iets te zeggen over wonen in het dorp. Nu, zoals ik zeg, door het oog van de antropoloog, vaak door die fijnmazige studie en met heel veel mensen te spreken, maar ook participerend observeren, gaan we natuurlijk ook vragen stellen bij bestaande diagnoses, interpretaties en verklaringen die over bij bepaalde plekken, zoals het dorp, ook gangbaar zijn. Nu, het kleine ontmoeten is eigenlijk iets heel eenvoudig en daarom is het ook snel overgenomen. Een heel doodgewone praktijk, waar dat je moet bij voorstellen gewone, kleine, dagelijkse interacties tussen mensen die elkaar informeel ontmoeten.
Maar tegelijkertijd heb ik met dat begrip ook wel een iets abstracter concept bedoeld. Dat toch ook, vind ik, belangrijk is als we rond verbinden, ontmoeten in het dorp, in de dynamiek van het dorp, als we daarover nadenken, van dat toch in zijn volle gelaagdheid mee te nemen. Het kleine ontmoeten kan ik altijd het beste uitleggen, hè, als ik u meeneem op de tram. Wat is het eerste wat we vaak zien op een tram? En mensen verklaarden mij ook een beetje zot van, wat ga jij nu kijken op die tram? Want je ziet, de mensen vandaag de dag zijn onverschillig. Hè, en je ziet dat ook, iedereen kijkt hier niet naar elkaar, maar net van elkaar weg. Nu, dan moeten wij natuurlijk zeggen, vertrouwd met de studie van het leven zoals het is, dat ze dat eigenlijk in de jaren 1950 ook reeds deden op het openbaar vervoer. En met wat heeft dat te maken? We zijn natuurlijk met meerdere onbekende mensen. Dus het is eigenlijk een soort beleefdheidsvorm waar dat we de anderen niet in zijn privacy willen storen. Je kunt dat best zien als je een trein neemt. Nu, in corona is dat natuurlijk niet meer van toepassing. Als je een trein neemt en er is nog één zitje vrij, je wilt daar gaan zitten, dan gaat het de persoon recht voor je wel even aankijken, maar daarna trekt je direct onmiddellijk je aandacht terug weg. Je hebt de ander gezien, maar je respecteert zijn privacy. En die beleefde, men noemt dat eigenlijk de beleefde vermijdingsregel, ja, dat passen we allemaal onbewust toe als we op een plek zijn met heel veel onbekende mensen. Nu, gelukkig voor antropologen zoals ik, gebeurt er ook af en toe wel iets anders en wordt die vermijdingsregel ook wel doorbroken. En hier gebeurt iets zeer onverwacht. De chauffeur, een nieuwe chauffeur, is nog niet volledig vertrouwd met het traject en mist eigenlijk een wissel. Dus we zitten ineens met de tram op een ander traject. En dan zie je mensen even naar elkaar, want eigenlijk de code van het vermijden geldt. Maar dan zie je toch, heb ik nu gelijk? Zitten wij nu toch op een verkeerd traject? Je ziet mensen dat denken, naar elkaar kijken. En dan, wanneer dat ze zien, ja, het is hier, ik ben niet alleen met die gedachte, het klopt, dan ontspinnen zich allerlei conversaties. Dus komen allerlei praatjes naar de oppervlakte die voordien afwezig waren. Ik werkte toen ook voor de Vlaamse overheid en ze zeiden tegen mij, ja Ruud, wat moeten wij nu met uw resultaten doen? Nu is het toch moeilijk, hè? Wissels missen. En we merken dat ook bij overstromingen, wateroverlast, uiteraard niet zoals in Pepijn Stijr overlaatst, maar gewone overstromingen, dan zie je ook dat buren met elkaar beginnen te praten, als ze dat voordien helemaal niet deden. Dus bij onverwachte, bij rampen, zie je dat vaak dat mensen meer praten met elkaar. Nu, gelukkig moeten er ook niet altijd rampen gebeuren, maar zoals we gezien hebben, zijn uiteraard, dus ook in de literatuur aangetoond, honden, maar vooral, en veel universeler nog, kleine kinderen, van baby's tot en met 9 jaar. Als het tieners worden, is het een ander verhaal. Dat eigenlijk die kleine kinderen het gelegitimeerd is om via dat kind toch met een onbekende andere persoon te beginnen praten. Dus die kleine kinderen zijn een soort bruggetjes om te praten met andere mensen. En dat gebeurt eigenlijk meer als we bedachten. Dat zijn natuurlijk van die kleine, korte contacten, waar dat als je mensen gaat interviewen, gaan ze niet zeggen, ah, ik heb juist even een babbeltje gehad met die vrouw over haar peuter. Nee, dat zegt hij niet. Hè. Dat is iets wat je eigenlijk moet observeren. Dat is, mensen denken daar niet aan. Als je vraagt hoe zijn je sociale contacten, dan gaat het niet beginnen over het kliksje naar uw buurman op de tram of het gesprek met de moeder van een peuter. Maar die korte contact is natuurlijk nog heel veel te vertellen over de tram. Maar we moeten zelfs in het dorp aanbelanden, dus ik ga er niet veel meer over vertellen. Maar wat is hier nu eigenlijk zo interessant? Wat hebben eigenlijk die kortdurende kleine contacten tussen mensen op de tram, wat betekenen die eigenlijk? Wat leren die ons? En wat is eigenlijk heel interessant om te zien, die contacten zijn heel beperkt in de tijd,
Maar eigenlijk hebben die wel een emotionele lading. En het is eigenlijk een beetje vreemd dat we de emotionele lading in een relatie laten afhangen van de duurtijd van die relatie. Ook al is dat maar heel kort, meestal merken we dat beter dat het een emotionele lading heeft als het een korter agressief contact is. Als een chauffeur of iemand anders ons afsnauwt, dan nemen we, veel mensen nemen dat ook wel even mee. En het gesprekken hier, natuurlijk het positief gesprek, is wel een moment van samen zijn met iemand anders. Maar ja, als de persoon aan zijn handen is en moet uitstappen, dan gaat dat ook terug disconnecteren. Maar dat wil niet zeggen dat het geen betekenis heeft gehad voor de mensen die erin betrokken waren. Wij leggen dat dan ook omdat we natuurlijk op verschillende plekken menselijk gedrag observeren en met mensen in gesprek gaan. En op dat ogenblik onderzochten we heel veel plekken waar dat eigenlijk meerdere mensen over de vloer kwamen, dus ook winkels. En een klein voorbeeldje, mijn kinderen waren toen klein, dus ondertussen al bijna 20 jaar geleden dat ik dat veldwerk op de trouw heb gedaan. Dus ik heb een 23-jarige zoon, dus die was toen 3. En dat was ook altijd interessant soms wel om je kinderen mee te nemen en zo hebben we dat eigenlijk ook ontdekt, dat kinderen bruggetjes vormen, dat je zo sneller in contact komt. Maar op een gegeven moment was ik ook in de winkel, kent dat, druk, veel werk, kinderen moeten naar een familiefeest, kinderen in kleren en we gaan naar een winkel en dat was in een tijd ook met de IKEA, het Ballenbad, je kent dat, maar ook in andere kledijwinkels. Hadden allerlei speeltuigen voor kinderen bezig te houden. Commercieel is dat zeer verstandig gezien. En dat je kinderen niet beginnen te zagen en dat ouders rustig kunnen shoppen. Dus mijn zoon was ook aan het spelen met een ander meisje. En ik zei, ja, we hebben alles gekozen. Ik zei, Mats, we gaan nu naar huis. En hij zei, ja, wacht nog eventjes, want ik was aan het spelen met dat meisje en dat was zo leuk, ik ga even iets zeggen. En ik hoorde ze eigenlijk afscheid van elkaar nemen en dat zei, ja, we moeten weggaan, we moeten doorgaan, mijn mama wacht. En dan zei dat meisje, ja, dag dan, hè. Ja, dag, hè. Tot nooit meer. Hè. Dus dat was eigenlijk heel mooi om te horen. Op dat moment was ik natuurlijk ook met die gemeenschap bezig, van dat echt voor die twee kinderen wel iets betekend had. Die hadden daar met twee gespeeld, hè? Maar inderdaad, er was altijd een element van disconnectie. Dus ze gingen terug uit elkaar. En zo zie je het ook in deze tekening van, ja, in ons leven dagelijks, en wij 's ochtends aan de schoolpoort, hier de man met de groene pit, een contact, 's middags met zijn collega's op het werk, en 's avonds zitten misschien in de leesclub, in de bib. En dat is eigenlijk ook er zit altijd terug een element van uiteengaan in. En eigenlijk zien we ook in ons eigen leven, heb je inderdaad, dus heel duidelijk met kinderen in de lagere school, staat aan de schoolpoort, veel mensen ontwikkelen ook vriendschappen in die informele plekken waar dan meerdere mensen zijn. Maar gaan dan tijdens de lagere schooltijd, die contacten die zijn er dan en zijn met die mensen samen, maar gaan die kinderen naar het secundair onderwijs, dan willen de kinderen meestal niet meer dat de ouders aan de schoolpoort staan, not done. Maar dan merk je, ja, dan gaat dat samen zijn met die mensen ook weer uiteengaan. En is er weer een vorm van afstand, disconnectie. Maar het kan natuurlijk zijn dat je 1 of 2 vriendinnen meeneemt naar een andere context. En zo bestaat eigenlijk ons leven uit een opeenvolging van tijdelijke gemeenschappen. En het was op die manier over ontmoeten denken dat ontmoeten eigenlijk ook gebaseerd kan zijn op iets tijdelijk, heel kort op een tram, maar ook bijvoorbeeld de lagere schooltijd van uw kinderen. Het is ook gebaseerd op iets heel alledaags, op een concrete vorm van samen zijn en het is ook mobiel in de tijd. Maar dat is eigenlijk om goed uit te leggen. We hebben ook op andere plekken geobserveerd waar andere vormen van community waren. Zoals hier in de schoenenwinkel. Een heel ander soort plek die eigenlijk de schoenenwinkel een vast cliënteel heeft. Dus mensen die daar komen zijn eigenlijk bekend met elkaar. Want komen daar altijd opnieuw, is een vorm van vertrouwen. En het sociale karakter is helemaal, van deze plek is helemaal anders dan die op de tram.
omdat hier het sociale karakter wordt bepaald door eigenlijk ja, de stamgasten, de habituees, de mensen die er meer over de vloer komen. Ik merk dat ook als ik er voor de eerste keer was aan het observeren, dan voelde ook dat jij de buitenstaander bent. En mensen gaan dan ook over dingen beginnen praten van we weten nog die een trouw van toen over dingen die ik niet kan weten, om duidelijk te maken, wij zijn hier een community in die schoenenwinkel en jij zijn een nieuwe. Nu, dat is heel interessant, want de privileges, hè, in het begin, als je niet genoeg komt, mogen we niet over alles meepraten. En natuurlijk zijn er ook ruimtelijke privileges, want wie dat meest vertrouwd is en het meeste langskomt, die gaat ook vanachter in de schoenenwinkel in de keuken toegelaten worden, waar dan mensen dan ook hun hart kunnen luchten. Maar dat is een heel ander soort communitygevoel, een wij, een thuisgevoel eigenlijk. Er is hier wel een soort groep ontstaan. Ook een groep die je weliswaar, die mensen hoeven elkaar niet allemaal te zien, maar die hebben wel het gevoel van wij hier van die winkel, dat is hier onze groep. En uiteraard wordt er ook geroddeld, maar roddel is voor een antropoloog geen negatief kenmerk. Roddel is een sociaal fenomeen om eigenlijk de groepsleden intern te sanctioneren als ze iets fout doen. En dus de groepscohesie te behouden. Nu, roddel, dat kun je bijvoorbeeld niet doen als je op een plek bent met onbekenden, want je hebt geen persoonlijke informatie over elkaar. Dat kan alleen op een plek waar mensen vertrouwd met elkaar zijn. Nu, die schoenenwinkel, hier een andere winkel, is niet die ontmoetingsvorm van op de tram, die tijdelijk kan zijn, maar zeer betekenisvol, die op iets heel alledaags, concreet, en die ook mobiel is in de tijd. En hier wordt eigenlijk echt een meer collectieve identiteit, een groep gevormd die meer permanent is in de tijd, waar dan mensen ook wel een gemeenschappelijke visie, zijn ze vegetariër, standaardlezer of al die mensen die naar de schoenenwinkel komen. En staat dus meer die collectieve identiteit centraal. En het was eigenlijk door daarover na te denken en op die verschillende plekken naar die kleine interacties te kijken en zien wat dat we daarover konden leren met betrekking tot ontmoeten, dat we dan eigenlijk zijn gaan zeggen, als we ontmoeten willen implementeren in de praktijk, dan zijn er eigenlijk drie belangrijke elementen die we baseren op die versies van ontmoeten, die we niet beter of slechter, maar die anders zijn. En het eerste is, en nu komen we dichter bij het dorp, is het dorpsgevoel. En het dorpsgevoel, dat is een woord dat toch wel vaak gebruikt wordt in Vlaanderen, zowel in de stad als in het meer landelijke gebied, in de dorpen. Mensen zeggen, het is bij ons zoals in een dorp. En dat is heel grappig, want ook een stedeling zegt dat. Wat dat men dan bedoelt is van, dat is hier. Hier is eigenlijk een heel goed sociaal leven en wij hebben een aangename buurt. Het is hier zoals in een dorp. Dus dorp is nog altijd een heel belangrijk woord als het over ontmoeten en het sociale leven gaat. Dat is nog altijd een soort van positief kenmerk. Wat dat eigenlijk in de realiteit echt betekent als mensen zeggen dat is hier zoals in een dorp, is dat je eigenlijk in hun nabije omgeving toevallig een bekende kunt ontmoeten. Dat gevoel van, als ik nu vandaag naar daar ga, of daar op de hoek, ik ga wel altijd iemand zien. Het is dat gevoel dat heel belangrijk is en dat heel fijn is aan een dorpsgevoel. Dat je weet, als ik naar dat café ga, ga ik die zien. Als ik daar naar de tribune met de ouders, dan ga ik die moeder zien. Dus dat is echt het dorpsgevoel. Maar het dorpsgevoel is altijd op een plek waar dan mensen elkaar al kennen. De dames bij de coiffeur, de heren van de petanclub of mensen met een migratieherkomst die ook nog graag samenkomen. Het zijn meer groepen die compatibel zijn met elkaar. Maar ik zeg het dorpsgevoel is niet verbonden aan het dorp alleen. Maar dat hoort je. Een goed dorp, dat hoort je zowel in de stad als in het dorp. Dus het gaat op zich niet zo over de fysieke plek. Tweede element, meer de tram, de stedelijke ervaring, dat zijn plekken waar we samen zijn met mensen die onbekend zijn. Is het, dat hoeft ook niet altijd in de stad te zijn. Dat kan ook
in een recreatief natuurdomein zijn, hè, waar dat er mensen lokaal naartoe komen en elkaar kunnen ontmoeten, maar ook bovenlokaal functioneert. Maar die plekken, wat dat wel belangrijk aan die stedelijke ervaring is, hè, denk aan een tram, de beleefde vermijdingsregel, is dat mensen hier ook wel, als je met heel veel mensen tezamen bent, wil je ook af en toe kunnen terugtrekken in jezelf en weg eigenlijk van de anderen. Maar ook dat, die stedelijke ervaring heb ik ook zoiets heel mooi verwoord gezien bij een dame in een dorpscontext. Een dame die zei van, ja, hier in het dorp ga ik naar die vereniging. Hè, en daar was er quizploeg en daar had ze goede contacten. Maar ze ging ook naar een vereniging in het dorp van haar zoon, daarnaast. Want ze wou niet altijd dezelfde mensen zien en met dezelfde mensen iets doen. Hè. En dat is typisch die stedelijke ervaring die dus zowel in stad als dorp kan voorkomen. En dat is wel belangrijk, hè, dat ik ook zeg, in het begin, als ik de studie van de tram, die enige, ja, die, waar dat veel over gesproken is destijds, dan zei iedereen dat ik een stadsantropologe was, terwijl ik dacht, ja, zit mij nu in een dorp en jullie gaan mij een dorpsantropologe noemen. Hè, maar eigenlijk, stad en dorp is heel interessant om te zien hoe dat die als sociale ruimtes kunnen gebruikt worden en vanuit de beleving van de mensen. Je hebt niet alleen dat dorpsgevoel in die stedelijke ervaring, je hebt ook nog het thuisgevoel. Dat is vandaag ook heel belangrijk. Je ziet dat ook, commerciële zaken, waar dat zetels komen, waar dat je een koffie kunt drinken in boekhandels. Alles wordt heel hard huiselijk gemaakt. Ik werk daar ook samen mee met bibliotheken om iets huiselijk te maken. Dus mensen hebben dat graag. Hè. Je ziet dat ook mensen naar het strand gaan, en naar de kust, met hun eigen gezinnetje en daar dan ja, op het strand daarna een huiskamer te maken, hun picknick, een picknickdeken leggen, al hun eten, hun stoeltjes en eigenlijk een huiskamer te maken op die plek. Dat thuisgevoel, is aan een plek die ook gevuld wordt met bekenden, zoals bij het dorpsgevoel, maar hier zijn die bekenden vooral intimi, dus familie of beste vrienden, dus mensen waar je echt je hart kunt bij luchten. Het private huis is natuurlijk, daar is dat, maar je vindt huiselijkheid ook wel, mensen willen ook huiselijkheid op een ander. Denken we bijvoorbeeld aan bibliotheken. Die huiselijkheid is tof, maar denken we ook aan corona, die geborgenheid in een gezin met te veel op elkaar, kan het thuisgevoel ook wel eens voor conflicten zorgen. Dus als we eigenlijk, als ik denk over ontmoeten en over stad en dorp, dan gaat het voor mij altijd over het samenbrengen van een dorpsgevoel, een stedelijke ervaring en een thuisgevoel. En op elke plek waar dat je bent, zal dat in een andere constellatie zijn. Maar die constellatie van die drie elementen is wel heel belangrijk. Wil je inderdaad de dynamieken in het dorp brengen en vooral ook een verbinding tussen diverse profielen van bewoners uit het dorp. En natuurlijk hebben die drie ook allemaal hun nadelen. Hè? Want dorpsgevoel, dat is heel fijn, die geworvenheid. Je hebt een gevoel van belonging, je behoort tot een groep. Maar te veel togetherness en dorpsgevoel is ook niet goed. Dat zijn de typische vragen die ik krijg als ik vooral buiten de steden projecten begeleid, is dat men zegt, Ruud, bij ons hier, alle Vlaamse verenigingen, die werken hier nog keigoed. Hè? Er is niks aan veranderd, er zijn nog veel leden, dat marcheert hier nog. Maar in ons dorp is er wel geen sociale samenhang. Dus je ziet dat eigenlijk al de klieken van mensen apart heel goed functioneren, maar eigenlijk veel moeilijker om verbinding met elkaar te maken. Ook natuurlijk in de verenigingen, dat is het nadeel van het dorpsgevoel. Ook een tijdje heel interessant in Zeebrugge aan de slag geweest, waar dat de verenigingen ook nog heel goed draaien, maar waar dat de petankenclub, een oudere man van 80 jaar, die dat al heel lang doet, maar het niet graag wou doorgeven aan 62-jarige dames. De man is overleden en de petankenclub ook. Hè. Dus het te veel togetherness maakt ook dat de groep zich helemaal sluit.
Natuurlijk, de stedelijke ervaring kan ook negatief uitdraaien. Denken we aan te veel anonimiteit, leegte. Denk ook maar eens, met corona is dat vaak, als je een trein neemt, dan is er soms geen conducteur te bespeuren. Of dat je aankomt ergens in een lege ruimte, zonder gastheer. Daar hebben we echt veel meer dorpsgevoel nodig. Ook de zogenaamde, dat de mensen in de volksmond zeggen, de dode wijken. Waar dan niemand op straat en niemand elkaar kent. Maar dat je denkt, ja, hier is een burendag wel heel goed op zijn plaats. En natuurlijk ook nog het thuisgevoel, zoals ik heb gezegd. Het thuisgevoel, thuisvoelen is tof, maar zich thuis wanen, dat willen we dan toch wel weer minder. En dat is ook wel, het is heel belangrijk om een goede balans in dorpsgevoel, stedelijke ervaring en in dat thuisgevoel te vinden. Om zo ook een breder publiek in het dorp te kunnen verbinden. Die effecten, want als je het bekijkt natuurlijk van het individu, het ontmoeten, hier is een dame die we ook zijn tijd gevolgd hebben in haar dagelijkse activiteiten, die wandelt meerdere keren van haar huis naar het centrum van de gemeente waar dat ze woont. En je ziet ook dat de verschillende plekken die zijn aangeduid, de hondenweide, daar kijkt hij alles, is er iemand die ik hier ken? De wasseret kijkt ze, bij de bakker, en ze komt ook elke dag op een bepaald uur een grootouders met hun kleinkind tegen. Dus natuurlijk, ons leven bestaat ook van mensen. Dat is heel belangrijk als je dat bekijkt uit de aanwezigheid in diverse van die plekken waar dat ook andere mensen zijn en waar dat we zowel spontaan mensen kunnen ontmoeten, maar ook georganiseerde plekken. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor een sociaal klimaat van een omgeving, van een dorp, dat je inderdaad die olie in je samenleving, dat je zo verschillende plekken hebt. Het kunnen er informele, spontane zijn, het kunnen er ook georganiseerde zijn, waar dat toch zeker in deze tijden, want wij merken dat na toch 28 jaar veldwerk te doen in Vlaanderen, dat er toch wel, dat wij nu wel echt merken dat er een sterkere polarisatie is. Terwijl we die vroeger in het alledaagse leven niet zoveel tegenkwamen. Dat was eerder even over de politiek en boef, we waren weer verder in het gewone leven. Maar nu voelde dat politiek is het rond bijvoorbeeld mobiliteit, waar dat je de pakfietsers tegenover de oudere mannen met de parkeerplaats voor de deur. Ik zeg nu een aantal stereotypen. Maar er zijn heel veel van die thema's waar er zeer polariserend en hardere standpunten worden ingenomen. Om dat te doen is alleen die dynamieken in dat dorp, die verbinding, is dat toch bijzonder belangrijk. Maar we zien ook met het kleine ontmoeten dat het natuurlijk, als je in zo'n tram zit of je zit bij een kleine kruidenier en je kunt eens een babbeltje doen, dat heeft een individueel leuk effect op jezelf als dat een positief contact is. Maar het kleine ontmoeten kan veel meer zijn. Door natuurlijk een kritische massa aan dergelijke van die fijne lokale interacties te hebben, heb je natuurlijk een groter effect op het sociale klimaat in het dorp of de wijk waar dat je in aan het opereren bent. Net zoals een zwermvogel is dat een heel belangrijke voedingsbodem om ook voor mensen sociaal krediet op te bouwen, om op een bepaald moment inderdaad een aantal veranderingstrajecten of ook aandacht te hebben voor andere groepen die het dan moeilijk hebben. En dat sociaal krediet, aan die sociale biotoop bouwen, is eigenlijk een kritische massa van meerdere van die kleine dingen vanuit diverse domeinen en praktijken van het dorp. Maar dat is om nog eens even in de relevantie van dat kleine ontmoeten en dat ontmoeten, community, gaat over togetherness, maar zeker ook altijd over afstand. En dus die drie gevoelen, die drie sociale ruimtes van huis, dorp, stad, van die samen te nemen. Maar natuurlijk, levendigheid in het dorp, in de stad, is het stereotype dat we de levendigheid, dat moeten we zoeken in het avontuur in de stad. In het dorp is dat niet. Dat is natuurlijk ook onzin om die dergelijke koppelingen te maken. Levendigheid is zeker niet het privilege van de stad. Ik begin ook altijd graag met een voorbeeldje.
omdat we natuurlijk ook graag bij mensen thuis en in de huiskamers komen. En ikzelf, ik verwijs altijd naar een voorbeeldje. Mijn ouders, mijn vader komt uit een West-Vlaams dorp, mijn moeder uit Meesekiesegem, een dorp in Vlaams-Brabant, mijn hele geschiedenis. Maar in Meesekiesegem, als ik jong was en ook nog naar de familie ging, was er ook een dame in het dorp bij wie eigenlijk iedereen langskwam, in de huiskamer. Het was de huiskamer die eigenlijk fungeerde als een soort verenigingslokaal. En mensen wisselden ook tijdschriften uit. En heel bijzonder in de context van Meesekiesegem, met de hele geschiedenis rond de collaboratie in de witte en de zwarte. Dat het hier een koppel was. De dame was van de witte zijde en haar man van de zwarte. Die dus ook ja, de grote tegenstellingen in het dorp kon overbruggen. En dat alles gewoon in de huiskamer. Een eigenlijk van heel verschillende mensen. En dat zie je nog wel. Ook van die huiskamers, hoe dat die dan functioneren. Terwijl het publieke domein er soms eerder wat verlaten kan bijliggen in het dorp. Hè. Maar soms moeten verder kijken. Nu, dat was vroeger, wat zien we vandaag? En dat zien we overal, in verschillende wijken. In Vlaanderen is dat er een duidelijke revival is van de buurt en van de buren. En dat was toch in de jaren 1990, waar er heel veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat wees op de afname van het buurtgebruik door de tweeverdienerseconomie, door de veranderingen in de technologie. En dat zien we vandaag de dag. Dat was er vroeger ook wel, maar dat zien we nu inderdaad, omdat ook gemeenten en steden ook wel financiële ondersteuning geven aan die groepjes. En zo heb je wel een aantal, ja, er zijn vandaag de dag weer veel bewonersgroepen en burengroepen die het licht zien. Er zijn heel veel positieve verhalen in wijken die zich ook voorstellen als één happy family. En ik denk hier dan aan een voorbeeldje, denk ik, aan de typische verkavelingswijk van de jaren 70. Waar dan mensen eigenlijk op hetzelfde moment trouwden, dan gingen bouwen en dan aan kinderen begonnen. En in die wijken, die dan vanuit ecologisch of architecturaal standpunt niet echt worden gezien, hè, de vrijstaande woningen als iets dat toekomstproof is, is het wel zo dat veel van die mensen daar en ook de kinderen die daar zijn opgegroeid een heel idyllische jeugd hebben gehad en een heel fijn contact hebben gehad met de buren. En die verhalen zijn heel duidelijk aanwezig en zijn zeker niet alleen maar de hippe burengroepen uit de steden. Er zijn heel veel buurtinitiatieven, niet alleen de nieuwjaars- en de kersthappenings die we hebben, maar de burengroepen zijn er rond allerlei thema's. Rond erfgoed, rond veilig verkeer. Wat hebben we nog allemaal? De gewone feestjes, maar ook natuurlijk de veiligheid, de BIN-netwerken. Dus we hebben eigenlijk vandaag de dag, je kunt dat weer een beetje vergelijken met de meer traditionele versie van ontmoeten, zoals in de schoenenwinkel. Is eigenlijk een soort van burencollectiviteit. Wij noemen dat, als we kijken naar de buurt, zijn er veel burencollectiviteiten die zich dus verenigen als groep en van alles beginnen doen. Dat is vandaag, maar je hebt daar ook diverse ideologieën in, diverse versies. Maar het is heel duidelijk sterk aanwezig en wordt dan ook vaak ondersteund. Nu, wat doen wij als antropologen? Wij zeggen niet alleen, oh, joepie, er is een groep. Wij gaan natuurlijk kijken hoe dat die groepen daadwerkelijk functioneren. En daar is een groot verschil in, hoe dat die groepen werken. En wij zeggen dan altijd, onder buren wordt er natuurlijk ook veel van alles gezegd en van alles gedaan. Denken we aan de wijk van de happy family, waar je echt vrolijk van wordt als je bij die mensen buiten komt, geïnterviewd of met hen een dag samen geleefd hebt, komt ineens die buren tegen in die wijk die geen kinderen hebben of die geen kinderen konden krijgen. En daar zien we dan, dat is heel moeilijk als je geen kinderen hebt om in zo'n wijk aan te sluiten. Dan ervaarde die wijk veel minder als een happy family.
hetzelfde wat je vandaag heel veel hebt, is dat mensen natuurlijk opgroeien in een bepaalde omgeving, in een dorp, een gemeente, en kunnen dat niet meer betalen om daar te blijven wonen. Dus noodgedwongen moeten naar het dorp verder of een gemeente verder. En dan voel je ook, in veel wijken merken we dat mensen die van een andere gemeente kwamen, dat die het soms heel moeilijk vinden om te kunnen integreren in die burengroepen. En hetzelfde, een dame, het was trouwens een dame uit de Kempen, die haar man is gevolgd naar het West-Vlaamse dorp en die na 37 jaar nog altijd wordt aangesproken dat ze niet van daar is. En dat zien we wel in die burengroepen die zich met succes samenstellen en mensen samenbrengen. Dat lijkt helemaal geen probleem te zijn. Maar natuurlijk, die interne diversiteit, en dat is toch ook wel belangrijk als je over verbinden denkt, dat het heel moeilijk is om de interne verschillen tussen mensen die in Vlaanderen geboren en getogen zijn, dat dat dan heel moeilijk is om in die burengroepen daarmee om te gaan. Laat staan dat we het hebben over etnisch-culturele diversiteit. Er zijn in die groepen, wat dat we dan ook merken, er zijn nogal wat frustraties ook. Hè, van mensen die eigenlijk heel veel hebben geïnvesteerd, maar die dan hooggespannen verwachtingen hadden. Hè, die zeggen, en ik heb hier alles georganiseerd en iedereen kwam er naartoe, maar we moeten het altijd maar met ons twee doen. Hè, en die dan afhaken. Dus je ziet dat de burengroep goed samengesteld wordt, maar voor de burengroep duurzamer in de tijd en continuïteit te geven, is dat meestal moeilijker. Dat valt uiteen. En soms gaat die burencollectiviteit ook zelfs een aantal belangrijke breuklijnen van het verleden verder versterken. Wat dat we vandaag de dag ook hebben, is alles wordt volgebouwd. Dus de villa-wijk komt soms tegen de sociale woonwijk. En ineens zitten die allemaal dicht bij elkaar. En hier is eigenlijk een voorbeeldje uit een wijk waar we een duidelijke villa begoede groepen, die eigenlijk aan de achterzijde lag van een typische rijhuizenstraat van meer lagere middenklasse arbeiders. En wat gebeurde er? De kinderen van de villa's die begonnen eigenlijk meerdere rijhuizen op te kopen om daar dan een nieuwe villa op te zetten, wat dan natuurlijk niet naar de vreugde was van de mensen van de rijhuizenstraat. En die van de villa's, want zo zeiden ze dat ook altijd, die van de villa's, die begonnen dan ook met een buurtcomité. En hier is een conversatie tussen Yvonne en Josiane, die van de rijhuizenstraat, die zeggen van, buurtcomité, dat is hier niets geworden. Dat is het verschil tussen het gewone volk en die, en haar vriendin onderbreekt daar, die denken dat ze wat meer zijn. En ik vraag, wat merkte dat dan? Een manier van doen. En Josiane komt weer tussen en zegt, allee, ik zal het zeggen, gewoon al hoe dat ze u bezien, dat zegt al genoeg. Die kunnen u bezien, gelijk ze zijn een vuile, vuile vis. En Yvonne zegt dan, ze geven een drink en dan gaat dat naartoe, naar stel daar, en die klik van het buurtcomité, en die bezien u al op een manier van, en die komen niet babbelen, nee, ja. Dus je ziet ook dat die burencollectieven, er kunnen hele mooie dingen gebeuren, maar er gebeuren ook soms heel negatieve neveneffecten komen daar ook uit. En daarom was ik eigenlijk heel blij om te lezen over het project rond het burgerbudget in Arendonk, waar dat ook uiteraard Avanza Kempen mee partner in was, om duidelijk te zien dat er volgens een driehoek werd gewerkt met de wensen en de noden en behoeften van de lokale bevolking, maar ook met het lokale bestuur, maar ook altijd met een professionele begeleider, een procesbegeleider. En dat is eigenlijk vandaag de dag, als je dan zo die burengroepen over heel Vlaanderen bekijkt, is dat wel niet onbelangrijk. Wilde inderdaad met die burengroepen een dynamiek, een verbindende dynamiek op gang brengen. Terwijl dat we natuurlijk vroeger dachten, mensen moesten mondig gemaakt worden en geëmancipeerd worden. En lange tijd heeft de lokale bevolking niet te veel mogen zeggen. Nu zijn we eindelijk in een periode dat participatie een belangrijker gegeven wordt. In verschillende projecten wordt dat ook vereist.
Maar nu zijn we eigenlijk niet meer zo in een tijd van iedereen mondig maken, maar we zijn nu in de tijd van iedereen is beroemd. Dus iedereen, we moeten van iets niet veel weten, denkt over alles een uitspraak te moeten doen. Dus om het eigenlijk democratisch, dynamisch te blijven verbinden, hebben nu eigenlijk, het lijkt wat contradictorisch, maar ook altijd die professionele begeleider die groepen en groepsdynamica goed verstaan. En dat is eigenlijk, vandaag moet er veel meer geweven worden met de wensen van de lokale bevolking, maar ook met een pluralistische begeleiding om die burencollectieven, en zoals je ziet, de schoenenwinkel, om die ook open te houden. Dat we de positieve dingen daarvan hebben, maar niet de negatieve neveneffecten. Ja. Dus dat wou ik nog even, hè. Die levendigheid, die is er zeker. Die is er overal en je vindt die in vele versies. Hè. Maar kunnen ook een aantal neveneffecten die ik toch heel belangrijk vind om die vandaag ook te vermelden. Rust en stilte in het dorp, hè, zoals ik las in een boekje van Avanza, hè, De Stille Kempen, het zegt het zelf. Hè. Dat is natuurlijk wel een associatie die met het dorp gemaakt wordt. En die associatie is vandaag ook eigenlijk aan een revival. Dat begrip is ook een heel interessant begrip. Want ik zag ook dat Avanza Kempen daar in 2007 mee bezig was. Ik heb eigenlijk het begrip stilte in mijn werk ontmoet, omdat ik sinds 2009 ook actief ben in het begeleiden van bibliotheken en ook bestuderen hoe dat mensen zich gedragen in bibliotheken. En het eerste, ik heb ook in de bibliotheken Palen, Mol en Geel samengewerkt. En het eerste wat ik ooit in een bibliotheek, als ik met een meneer sprak, die een habitué was van de BIP, dat ik zei, meneer, ja, hoe vind je deze BIP? En dan zegt hij, madame, je moet nu eens weten, vroeger ging ik naar het café. En nu zit ik in de stilteruimte van de BIP. Dus, en je ziet dat ook die stilteplekken in de bibliotheek zijn erg in trek, zijn erg populair. En die stilte die wordt vandaag natuurlijk, maar vooral in termen van mentale rust, als heel belangrijk geacht, ook door een veel breder publiek, dat er vroeger eigenlijk veel minder mee bezig was, of mensen die ook reële geluidsoverlast van auto's in hun woonomgeving. Dat, mensen worden daar ook heel gevoelig aan. Maar je merkt dan ook, en je merkt ook in wijken, dat sommige mensen inderdaad het huis naast hen kopen om rust te hebben. Of het stuk achter hen. Ze zijn natuurlijk degene die zich dat kunnen permitteren. Maar die stilte, dat ruikt van Avanza Kempen, ging normaal ook daar iets rond doen, maar dat kun je niet digitaal. Maar je ziet rond stilte, dat is ook interessant op, in een dynamiek van een dorp, om daar zeker op in te zetten, omdat het ook iets is dat breder aangevoeld wordt door heel veel mensen. Als ik kijk ook naar mijn eigen werk, hier zien we bijvoorbeeld, dat lijkt er heel sympathiek uit, maar dat is eigenlijk een verhoogde bloembak, een soort van pleintje dat veel te dicht tegen het huis van de mensen staat. Dat is dus eigenlijk een totaal verkeerd begrepen levendigheid, want het is ongeveer een klankkast naar de huizen toe. Dat is niet te doen. Je kunt eigenlijk je eigen televisie niet horen als je in je huizen woont. Tegelijkertijd hebben we in Vlaanderen natuurlijk het omgekeerde. Dit beeld. Hè, waar dat we dan weer te ver zitten en te weinig levendigheid is in dat publiek domein. En de groene hagen zijn natuurlijk een typisch Vlaams beeld. Maar je ziet ook vandaag dat heel veel mensen stilte en rust in mentale gezondheid belangrijk vinden. Maar er is ook altijd een bijzondere groep in wijken die eigenlijk rust en groen gaan inzetten als een soort normatieve categorie om mensen te weren uit hun buurt. En vooral schrik hebben dat er bevolkingsgroepen die ze niet graag hebben, dat die bij hen zouden komen. Een heel interessant voorbeeldje hier is van een wijk waar dat geen enkele voorziening was. Er was niks. En mensen van die wijk waren al lang aan het ijveren bij het gemeentebestuur. Kunnen wij hier alsjeblieft toch, we hebben hier veel groen, toch een kleine cafetaria voor gezinnen en ouderen en kleinkinderen met een speeltuin eraan.
Er was een heel groot deel van die wijk die dus in de naam van Rust en Groen zei, nee, dat willen wij niet, dat gaat eens te druk worden. En die hadden allemaal, dat was een grote actie, met allemaal zwarte vlaggen uit hun raam van, dat willen wij hier niet. Nu, waar komt het op neer? Het gemeentebestuur en de bewonersgroep die daar positief over waren, hebben dat toch doorgedrukt. Dat is er gekomen. En je kunt dan raden welke mensen zitten nu het meest in die cafetaria. Degene die die zwarte vlaggen hebben opgehangen. Dus je voelt ook wel dat soms wel mensen, ja, bijna zo gaan zeggen van nee, hier mag niks gebeuren in de naam van de zogenaamde stilte. Dat ze eigenlijk vaak ook in sociale armoede zelf aan het organiseren zijn. Dus hier is het ook niet altijd zo verstandig om naar die ene stem van de bevolking te luisteren. Want je ziet nu, ja, nu is de cafetaria het beste van het beste. En ze zijn allemaal vergeten dat ze zwarte plakken hebben uitgehangen. Dus ik wil maar zeggen dat je moet ook altijd nagaan in welke betekenis wordt rust en stilte door mensen in een wijk gehanteerd. En er zijn dan ook mensen die hun wijk echt omschrijven als een dode wijk. Nu, ook daar, sommige mensen, denk aan stedelingen, dat wil het stereotype, gaan ook zeggen van, zeg amai, er is niks te beleven in die wijk. Wie wil daar nu wonen? Nu, dat is ook een beetje verkeerd gedacht. En dan zien we ook wel dat het altijd belangrijk is om te kijken wat gebeurt er achter de gevel. Het publiek domein kan niet gebruikt zijn en geen traditie hebben dat daar iets levendig op gebeurt. Maar dat je bijvoorbeeld, je ziet als een tekening van een straat met rijhuizen, die eigenlijk al die pijltjes die verwijzen naar welke buren dat voor die andere buren iets doen. Dus er zijn 3 pijlen hier naar die huis. Dat is een oudere dame, die krijgt warme maaltijden van die buren. Iedereen zorgt afwisselend voor haar. Andere pijlen duiden op dat mensen een sleutel hebben van elkaar. Andere pijlen wijzen erop dat ze met elkaars honden gaan wandelen. Dat ze boodschappen voor elkaar doen. En dat is eigenlijk het verschil. En nu kom ik terug op die ontmoetingsversie van de tram. Hier wordt eigenlijk geen burencollectiviteit gevormd, maar een burenconnectie. Die dus, hier wordt helemaal geen groep gevormd. Maar als je aan die mensen vraagt, is het hier fijn wonen? Ja, dan is het daar fijn wonen. En dan is daar ook solidariteit tussen de mensen. Maar die is niet altijd zichtbaar in het publieke domein. En dat hebben wij al vaak, als we naar wijken kijken, dorpen, dat mensen vaak denken, ja, als er nu een burencollectiviteit is, zo'n groep, dan wordt dat sneller gezien. Ah, dat is positief, de mensen kennen elkaar daar. Hè? Maar ja, die groepen, ik zeg het, die kunnen heel positief evolueren, maar die kunnen ook negatief of stilvallen of uiteenvallen of met conflicten. Maar je ziet dat dan burencollectief, hè, dat weegt altijd zwaarder door. Terwijl de burenconnectie, soms meer de connecties, de ontmoetingsvorm, zoals de tram, dat de relaties tussen mensen vertakken over verschillende mensen, hey, maar dat er toch een gevoel is van, in mijn straat, als er iets is, er gaat altijd iemand voor mij zorgen. Hey, waar dan mensen elkaar toch kennen. Nu, als we dan zien in de levendigheid en de rust, en wat is vandaag natuurlijk met corona ook meer in de aandacht, maar wat komt er tezamen als je levendigheid en rust tezamen neemt, dat is natuurlijk het wandelen. Het wandelen, hè, dat zowel die levendigheid, het avontuur, een grote hangbrug, oh, waar ga ik naartoe, wat ga ik ontdekken. Ook veel mensen, denk ik, in corona, hebben eigenlijk hun eigen omgeving, dat je noodgedwongen waart, hè, om in je eigen geburen rond te lopen, die ook opnieuw ontdekt, hè, van wat dat er allemaal was. Tegelijkertijd is het wandelen ook altijd herkenbaarheid. Hè. Je wilt ook dat er een duidelijk pad is. Dat pad vertrekt vanuit je woning, dat je een blokje om kunt doen, of een dorpje om, of ook verder voorbij de dorpsgrenzen kunt gaan. Dus dat je op dat pad, dat ook een duidelijk pad is, dat je weet dat je daar met een buggy op kunt, dat een rolstoel daarop kan. Dus het pad heeft eigenlijk de rust, de stilte, de herkenbaarheid, maar ook het avontuur en de levendigheid in zich. En dat is ook een project met collega's van Avanza Kempen, maar hier Avanza Vlaamse Ardennen Dender en begeleid ook. Hier is er een, dat is ook in het kader van Dorp Dynamiek, een wandelkaart gemaakt van het dorp,
voor nieuwkomers te onthalen, te ontvangen. En die kaart, dat is zo'n digitale Q met zo'n QR-code, dat vertelt, dat laat de mensen direct zien wat zijn de toffe groene stille plekjes hier in ons dorp. Maar waar zijn ook, is er ook een belangrijke geschiedenis van het dorp te vertellen, maar ook gewoon een aantal heel interessante individuen die hun levensverhaal of hun familiegeschiedenis op bepaalde punten op die wandeling vertellen. Wat dat zeer interessant is om nieuwe bewoners ook te verwelkomen. Ten slotte, er zit natuurlijk ook iets, ik werk ook veel samen met ruimtelijke deskundigen, wonen in het dorp. We zijn vandaag, wordt het ook, ik zeg het, de vrijstaande woning, vroeger groot perceel, wordt vandaag ook in vraag gesteld. Ja, Vlaanderen is volgebruikt, ruimtelijke versnippering. En er zijn ook een aantal nieuwe woonvormen die zich ook tonen. En zeker ook in het dorp. Hier is een voorbeeld van een vierkantshoeve in Zingen, in Oost-Vlaanderen, waar dat een groep jonge gezinnen in co-housed. En het dorp heeft dat enorm verwelkomd, want dat was een vierkantshoeve in het midden van het dorp, volledig verwaarloosd. En die mensen hebben dat erfgoed eigenlijk in ere hersteld en er ook gaan wonen. Dus die nieuwkomers zijn, die hebben een enorm positieve relatie met dat dorp. Nu, dat is niet altijd zo. Je hebt hier kasteel Boterberg aan de grens van de Kalmthoutse Heide. Een groep van mensen, zeker de duurdere categorie van wonen. 7 gezinnen, 15 hectare, grenst aan de Kalmthoutse Heide, gaan ook mee een stuk groen bewaren. Hè. Maar veel van die mensen komen niet van Kalmthout. Er was 1 gezin dat wat connecties heeft of opgegroeid was in Kalmthout. En die wisten dan ook wel te zeggen, er wordt wel met ons gelachen in Kalmthout, want wij zijn de kasteelvrouwen. Dus daar voelde ook dat de relaties wat moeilijker lagen, net zoals in Vinderhout, ook een heel co-housing project in Oost-Vlaanderen dat vaak vernoemd wordt. Was het ook een heel moeilijke relatie met het dorp, omdat zij dus in het café aanzien werden als die groene rode bakfietsers van Gent, die nu het dorp toch een beetje kwamen bezoedelen. En dat is soms heel moeilijk. En je merkt ook dat in die co-housing projecten, dat is fantastisch binnenin. En we zien ook, als we het leven zoals het is daarin bestuderen, wordt veel gedeeld, ruimtelijk, ecologisch veel meer verantwoord. Maar heel moeilijk soms. Het is zo fijn om daar met uw buren om te gaan die daar in het co-housing pand samenwonen. Maar dat is soms zo leuk dat je eigenlijk vergeet dat je nog externe buren hebt. Hè. Dus ook die nieuwe woonvormen, die heel interessant zijn en op maatschappelijke uitdagingen, kunnen ook wel een effect hebben op de dynamiek in je dorp en de relatie tussen mensen. Dus daar werken we ook aan verder. Dan hebben we natuurlijk ook nog gewone vrijstaande woningen, die we heel veel hebben in Vlaanderen. Waar dat soms wel de co-housers dan van zeggen, die hebben geen community. Wij wel, maar daar, en dat is natuurlijk ook verkeerd, want het privilege van community zit nooit op één plek. Je hebt ook wijken waar er een heel fijne community is, waar er vrijstaande huizen zijn, en waar dat wij dan inderdaad zien dat het soms in de huiskamer zit, zoals ik je er straks verteld heb, maar ook in de tuin. Dus wij hebben veel hagen in Vlaanderen. Maar als je gaat met de mensen praten binnenin, dan zie je dat er veel gaten zijn, dat er paden zijn, dat er ook de kranten worden uitgewisseld. Daar aan dat gat in de haak waar dat die kranten liggen, dat is een oudere vrouw en een jonge vrouw, die eigenlijk ook met elkaar over heel existentiële levensthema's praten aan die haak, maar die komen eigenlijk nooit bij elkaar op bezoek. Of je zult dat nooit zien. Maar die hebben heel veel sociale steun. Dat is hier ook weer meer die onzichtbare burenconnectie. Dus niet dat burencollectief. En uiteraard hier de waslijn delen. Dus er is ook wel in Vlaanderen toch wel veel te doen met die tuinen. De tuinen worden ook vaak gebruikt om de buren niet uit te nodigen. Of ze op een bepaald moment ook weer open te gooien. Publieke domein, ik werk ook met architecten, onthardingsprojecten zijn natuurlijk wel ook interessant, wordt ook gedaan.
in bepaalde buurten. En ik wou zeker ook nog een ander project waar ik ook betrokken was, bij een architecturaal project van de renovatie van het raadhuis in Merle. En dat is een herbestemming voor een stuk, maar ook een erfgoedproject. Maar waar dat de steigergaten zijn gebruikt om dan, ja, er waren gierzwaluwen in de buurt, om dan daar ook nesten te zetten. Met camera zien dat de scholen ook, ja, de biodiversiteit live ook eigenlijk mee kunnen volgen. Hè. En dus dat toch het publiek, de dorpskern, ook weer verlevendigd wordt door die dingen. Nu, om tenslotte te eindigen, want ik kan nog veel vertellen natuurlijk, maar ik heb proberen toch de dynamiek in het verbindende te zien, te werken met diverse mensen. Niet altijd, kan natuurlijk in bepaalde gradaties, je moet niet altijd met iedereen. Maar toch mensen samen te brengen en die ontmoetingsprojecten die we ook begeleiden, die zijn soms ook wel zeer gelaagd. Ik wil met een voorbeeldje eindigen van eigenlijk een woonhuis van mensen met een beperking, die in hun gemeente, er was een klassieke brasserie die goed draaide, maar mensen gingen op pensioen en daar was een park rondheen. En dat heeft heel lang leeggestaan in de gemeente, totdat de mensen van het woonhuis hadden gezegd van, ja, wij willen wel dat park onderhouden. En onze mensen met een beperking, dat kan hun dagbesteding zijn. Maar tegelijkertijd hadden zij ook wel het idee van, het is moeilijk om ons mensen, wie zien die, die zitten niet in diverse netwerken, die zitten ofwel met de familie ofwel met hun begeleider. En die hebben eigenlijk helemaal niet direct op hun doelgroep gewerkt, maar gezegd, wij gaan ook een speeltuin maken voor kinderen met een beperking, waar zij eigenlijk niet veel mee te maken hadden. En we gaan ook de brasserie terug nieuw leven in. Daar kwam een sociaal tewerkstellingsproject in. De bedankenclub van de mannen die jaar en dag op die site had gezeten, die kwam er ook terug. Maar ze werden wel vergezeld deze keer van de skatende jongeren. Dat was in het begin niet evident, maar dat is toch gelukt. De bibliotheek kreeg een openlucht verteltheater dat ze samen gemaakt hebben. Er werden talenten gebruikt van in de buurt. Er was een woodcarver, waar de oude dames in de buurt altijd kwamen zien of dat er een nieuw beeldje was van een uil of een kikker of whatever. En waardoor ook mensen van verder naartoe kwamen. Maar eigenlijk in die end had dus het woonhuis voor mensen met een beperking op zoveel laagjes gewerkt, dat eigenlijk hun doelgroep daar op een heel spontane manier met een heel divers publiek contact had. En ook met de scholen en zo. Hè. Maar ik wil maar zeggen, zo gelaagd kan het zijn. Hè. En wat wil ik daar nog over zeggen? Ja, daar wou ik eigenlijk mee eindigen. He, vandaar toch, ja, het ontmoeten moet niet altijd op een directe, maar kan ook op een heel indirecte benadering en via, ja, vele lagen in het project, waar dat je zowel die van de dagbesteding zich op hun gemak kunnen voelen in hun groep, het dorpsgevoel, maar tegelijkertijd toch de stedelijke ervaring hebben van elke dag nieuwe mensen of andere mensen die daar ook over de vloer komen. Voilà, hier ga ik mee eindigen. De foto van mijn zus die in een Zweeds dorp woont. Maar dat is iets verder van hier. Maar dank u wel om te luisteren. En ik ga zelfs ook met veel plezier deelnemen aan het Praatcafé. Dank je wel, Ruud, voor deze interessante keynote. En inderdaad, zoals je zegt, gaan we zo dadelijk in breakout rooms. En bij de inschrijving kozen jullie allemaal voor een bepaalde sessie. En ik overloop toch om een totaalbeeld even te geven van waarover we het dan allemaal gaan hebben. Overloop ik de verschillende thema's en sprekers nog even met jullie. We hebben Janna Lefevre. Zij is erfgoedexperte bij Staafzand. En zij biedt jullie een historische trip langsheen de Kempense dorpen. We hebben Piet Verhoeven, voorzitter van de dorpscoöperatie Esbeek. Hij neemt je mee in het bijzondere verhaal van het Nederlands Kempense dorp en haar bewoners. Dan hebben we van Beweging.net Bart Goudblomme. Hij is provinciaal directeur. En ook Mieke Heijmans, maatschappelijk innovator voor de Kempen. En zij gaan met jullie het gesprek aan over de rol en de stem van het middenveld in de lokale context.
Verder hebben we ook Leen Heilen, zij is onderzoekster bij Vonk 3. Zij geeft enkele belangrijke inzichten mee uit de theorie, maar ook uit praktijk, over hoe we onze buurten en dorpen zorgzaam kunnen maken. En als laatste Bea de Maaier, consulente integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij vertelt je aan de hand van concrete cijfers en enkele projecten meer over de nieuwkomers in de Kempen en over hoe het samenleven in diversiteit in een dorp of wijk een duwtje in de rug kan krijgen. Dus zo meteen krijg je een uitnodiging op je scherm om aan de door jou gekozen breakout room deel te nemen. En na afloop daarvan zien we elkaar hier terug in de main session. Tot zo dadelijk. Hoi, er waren nog een aantal mensen die nog niet hadden gekozen voor een breakout room. En ik denk dat jullie dat zijn. Dus je mag nog altijd zeggen welke breakout room dat je graag zou willen aansluiten. En dan geef ik jullie nog een plaatje.